Bienvenue à la Bibliothèque Witokiana, qui est le musée des arts du livre et de la reliure, ici à Bruxelles. La nouvelle exposition du musée, qui s'articule autour du travail d'un artiste plasticien flamand qui s'appelle Camille van Bredam. Il présente une série d'œuvres en rapport avec le livre, non seulement des livres-objets, mais également des lettres qui sont adressées à différents artistes ou à différents écrivains. Ik ben in die kunstwereld getuimeld, effectief in 1956 ben ik begonnen. Ik ben niet meer opgehouden tot nu toe met werken, denk ik. La Fondation Roi Baudouin a souhaité donner à Camille van Bredam, en accord avec la Bibliothèque Witokiana, cette possibilité de faire entrer en dialogue son œuvre avec la Maison du Livre, comme il l'appelle, la Witokiana, qui est le lieu où on célèbre le livre sous tous ses aspects. Maar ik ben iemand, ik probeer niet van mezelf te herhalen. Dat wil zeggen, er zijn kunstenaars die dat wel doen, dat iedereen moet dat voor zich weten uiteraard, hè. Maar ik heb ook de middelen om me niet te moeten herhalen. Ik maak collages, ik maak assemblages, ik maak beelden. Ik maak ook environnementen, zoals Livres hier gaat zijn. Dus je kunt, als je denkt, ik heb nu genoeg met die dingen, ik ben daarmee bezig geweest, ik doe iets anders. Dat is wel, vind ik wel fijn voor mezelf. Niet altijd met hetzelfde bezig te zijn. Camille van Bredam is ook gedreven door dezelfde wens. Zijn werk te vrijwaren voor de toekomst en toegankelijk te maken. En dat is ook de reden waarom hij in contact gekomen is met de Koning Boudewijn Stichting.